Ja, kinderdoop of volwassendoop, de eindtijd, schepping of evolutie en homoseksualiteit. Het zijn onderwerpen waar flink over gediscussieerd kan worden door christenen. En soms kan het ook flink uit de klauwen lopen. Christelijke vlogger Daniel van Deutekom ergert zich hieraan en heeft er een blog aan gewijd op zijn Facebookpagina. Ik heb hem nu aan de telefoon. Daniel van Deutekom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er wordt nogal wat afgediscussieerd onder christenen, ook op Gronings Radio trouwens, dat moet ik ook zeggen. Wat is eigenlijk zelf je favoriete discussieonderwerp? Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat impliceert, denk ik, dat ik discussiëren leuk vind om het discussiëren zelf. Ja. En vroeger vond ik discussiëren geweldig, lekker mijn eigen mening verdedigen, lekker ervoor gaan, echt strijden en ook bekijken wat ik nou werkelijk vond van zaken. Ik ben er iets anders in gestaan over tijd. Ik ben erachter gekomen dat ik eigenlijk discussiëren om het discussiëren zelf niet zo heel erg boeiend of interessant vind. Alleen ik vind het wel veel toffer om andere mensen te helpen om anders te gaan denken. Niet zozeer om mijn gedachten te gaan denken, maar om dingen van een andere kant te durven benaderen. Niet zozeer dat ze ook mijn conclusies gaan trekken, maar dat ze ook dingen van een andere kant kunnen benaderen. En ik denk dat heel verrijkend kan zijn voor het lichaam van Christus. Ja, maar als je anderen wil helpen, dat impliceert ook wel dat je andere mensen wil overtuigen van jouw gelijk. Ja, ik denk dat er ook wel iets van dat er natuurlijk in zit. Want ik ben van mening dat we gewoon, en ik ben misschien heel cliché, maar dat we als christenen gewoon lief en aardig voor elkaar moeten zijn, vooral in discussies, dat we respect moeten hebben voor elkaars mening en ook respect moeten hebben voor waar we allemaal zijn in onze reis met Christus. En dat is natuurlijk ook een overtuiging die ik graag bij mensen aan de man wil brengen. Dus in die mate ben ik wel ergens van overtuigd en wil ik mensen wel daarin laten delen. Ja. Nou, je hebt een artikel geschreven op je Facebookpagina over christelijke discussies. Wat is precies het punt waar je tegenaan liep? Het is wel iets waar ik misschien wel bijna dagelijks tegenaan loop. En dat is dat ik zie dat mensen vaak in discussies, en dat zie je alleen bij christenen hoor. Dat is denk ik iets mens-eigens. Dat mensen heel erg kortzichtig kunnen zijn. Dat wanneer ze een standpunt horen van de andere kant, dat ze vanuit hun opvoeding of vanuit hoe ze groot geworden zijn, dat ze niet verder kunnen kijken dan, hey, dat is de foute mening. Mensen worden vaak geleerd, dit is de goede leer, dat is de dwaalleer, als het ware. Zo wordt het ook in de kerk genoemd. Ja. Alleen punt dus, we hebben 42.000 denominaties. Kunnen wij de waarheid ten volle hebben? 1 Korinthe 13 zegt dat we allen niet kennen ten volle. We kennen allemaal, onze kennis is onvolkomen. En dus dat betekent dus onze kennis is volkomen. Alleen wat ik vaak zie in discussies, is dat christenen zichzelf vaak zien als de keepers of the truth. De bewaarders van de waarheid. En dat ze een soort van de waarheid moeten bewaken als het ware in discussies. Ook met medebroeders en zusters. Ja. In plaats van dat ze hun eigen mening ook kunnen relativeren. Want oké, het zou ook fout kunnen zijn. Ja, maar veel mensen denken ook van er is maar één waarheid. En dat is de waarheid die in de Bijbel staat. En dat is het woord van God. Dat woord van God, dat hebben we lief. En dat omarmen we. En dat vinden we heel belangrijk. En dat moet de ander ook zo vinden. Absoluut, dat snap ik. Alleen, ik denk dat de meeste christenen daar wel mee over eens zijn. Dat de Bijbel de waarheid is. En dat het woord van God absoluut heel erg belangrijk is. En dat er maar één waarheid is. Ik wil ook niet postmodernistisch gaan doen en zeggen dat er meerdere waarheden zijn. Dat soort dingen, daar gaat het niet over. Maar het punt is, ook al zeggen dat met z'n allen, dat er één waarheid is, toch hebben we allemaal verschillende meningen. Ja. En interpretaties over die Bijbel. En dat is nou de realiteit. En we kunnen daar omheen gaan en uit de weg verlopen van die realiteit. Of en zeggen van, ja, maar mijn interpretatie is de enige juiste. Mijn kerk is de enige ware kerk. Of we durven te zeggen, het zou kunnen zijn dat ook mijn kennis onvolkomen is, zoals de Bijbel zegt. Ja. En dat betekent niet dat we moeten belanden in relativisme van ja, er is maar één waarheid, maar we zullen nooit ontdekken. Nee, ik denk dat we zeker wel degelijk kunnen groeien in waarheid. Ik bedoel, de Heilige Geest is de geest die ons naar alle waarheid leidt. Johannes 16. Ja. Maar ik denk dat hij dat ook doet door middel van het volledige lichaam van Christus. Ja. In alle kleuren. Ja. Maar soms kan dat zo fundamenteel gaan. En dan gaat het ook bijvoorbeeld over je redding. Ik citeer maar een tekst bijvoorbeeld van wie geloofd zou zijn. Of wie gelooft. Je moet me even helpen, denk ik. Want dat gaat over wie gelooft en wie gedoopt is, die zal behouden worden. Dat kan best wel ook fundamenteel gebruikt worden in discussies over bijvoorbeeld kinderdoop en volwassendoop. Oh ja,
Ja, absoluut. Absoluut. Alleen, ja, dan opnieuw. Vaak zeggen mensen van, hey, maar dat is toch duidelijk genoeg? Ja. Ik bedoel, behouden is, behouden worden, gered worden. Dat is toch duidelijk? Alleen ook daar zit weer een bepaalde implicatie achter. En die kan goed zijn, maar dat betekent niet dat het per se goed is. Vaak denken mensen, hey, dit staat er, terwijl dat vaak hun eigen uitleg is van wat er staat. Ik bedoel, dit vers zegt, staat het inderdaad geschreven van wie gelooft zal dopen, zal behouden worden. Alleen wat behoudt die behoudenis dan in? Onze interpretatie is, ja, dat heeft te maken met naar de hemel gaan. Maar het punt is, het Griekse woord voor behoudenis is sowieso. En dat betekent ook redding, betekent bevrijding, betekent genezing. Heel vaak staat er geschreven dat toen Jezus voor mensen bad, dat ze gered werden. Hoe dan? Ze werden genezen. Ja. En dus redding in de Bijbel betekent niet altijd naar de hemel gaan. Betekent vaak dat je hemel in jou krijgt hier op aarde. En zo zie ik ook de doop, dat wanneer je hier je op aarde laat dopen, dat hemel als het ware in jou komt wonen. Ja, ja, ja. In jouw blog geef je ook een aantal tips om een goede discussie te voeren. Hoe doe ik dat? Ik denk dat de hart stelt het belangrijkste is. Ik heb soms gesprekken, ook op Facebook, met wat vrienden, mensen die ik eigenlijk nog nooit in het echt ben tegengekomen. Zo gaat het met Facebook. Ja. En dan valt het me op dat ze soms echt, met alle respect, niet veel kennis hebben van de zaken. Alleen ze hebben wel de juiste hartgesteldheid. Ze zijn nederig, ze zijn leerzaam, ze nemen niet zomaar iets aan. En ik denk dat dat de kern is, het fundament is. Dat wij de liefde hebben. Dat klinkt een heel cliché, maar de liefde is nederig. De liefde durft te zeggen, oké, ik heb niet alle kennis. Laat mij jouw kant van het verhaal horen en dan zullen we het overwegen met het woord van God in ons midden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En daarop volgend zijn er natuurlijk hele praktische praktische dingen, zoals dat je elkaar laat uitpraten, zoals dat je één onderwerp per keer aanhoudt. Vaak zie ik in discussies dat mensen elkaar proberen te overweldigen door allerlei onderwerpen tegelijkertijd de lucht in te slingeren. Waardoor je eigenlijk niet meer tijd hebt om überhaupt op één van de onderwerpen te reageren. En dan zegt de ander weer, zie je nou wel, ik heb gelijk, want ik heb deze 10 dingen kunnen noemen, je hebt nu niet eens op één ding kunnen reageren. Ja, omdat je diegene geen ruimte geeft, denk ik dan. Dus elkaar een beetje laten uitpraten, één onderwerp per keer, een beetje respect hebben voor andermans gekke mening. Dat zijn van die kernwaarden waarvan ik denk, als we dat hebben, dan kunnen we nog eens samen door een deur. Ja, ja, precies. Ja, je schrijft ook in je blog dat als de emotie even geparkeerd wordt, dat dan een gesprek altijd, en dan met de nadruk op, altijd opbouwend kan zijn. Ja, geloof ik, absoluut. Ja, is dat ook zo, dat het altijd opbouwend kan zijn? Ik denk, ja, altijd natuurlijk wel een heel erg absolute statement. En misschien is dat iets idealistisch, maar ik denk wel heel vaak dat wanneer we onze emoties gewoon even thuis laten en eventjes heel objectief gaan bekijken van wat er gaande is, dan is er vaak helemaal geen reden om boos te worden. Ja. Is er vaak helemaal geen reden om vanuit het verwijt te gaan reageren. Want vaak als we discussiëren, tenminste dat is ook mijn ervaring, vaak vergeten we de vraag af te stellen aan onszelf vanuit welke hartsgesteldheid zit ik hier nu alle reacties op internet te typen. Vanuit welke hartsgesteldheid, bijvoorbeeld, vroeger, ik vond het geweldig, misschien luisteren mijn ouders helemaal top, maar vroeger vond ik het geweldig om te discussiëren met mijn ouders, maar dat deed ik voornamelijk om mijn eigen gelijk te winnen. Ja. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee, ik hoef mijn gelijk niet te winnen, daarom zou ik niet meer willen discussiëren als het ware. Ja, ja, dus de hartgesteldheid die moet juist zijn als je een discussie gaat voeren. Ja, veel discussies spelen zich ook af op sociale media. Soms anoniem, dat kan op Twitter bijvoorbeeld. Hoe kan daar de discussie beter gevoerd worden? Op sociale media? Ik denk, wat mijn ervaring is, ook met Facebook, en soms kom ik ook nog eens in de verleiding om zo'n reactie te geven. En dat is om heel erg, je hebt een drukke dag gehad, een stressvolle dag, het is avonds laat, je kijkt nog even op Facebook. Je ziet iets langskomen, bijvoorbeeld op CIP. Je denkt, wat is dit voor een onzin? Je geeft een negatieve reactie, drie woordjes, dat is het, wat een onzin, punt. Alleen het sneuwe is, vaak doet dat niet recht aan de mensen die erachter zitten, aan de boodschap die gecommuniceerd wordt. Het is gewoon een primaire reactie, zoals ze dat noemen. Het is gewoon, oh, ik vind het is raar, dus boem, het is raar. Meteen een oordeel geveld, erop gedrukt. Ja. En dat is het probleem van Facebook. Vaak is het heel snel, vaak is het heel oppervlakkig. En ik denk dat we met z'n allen kunnen leren om minder vaak van dat soort reacties te geven. En als we niet anders kunnen, beter geven we gewoon dan geen reactie. Ja. Maar wanneer we de tijd hebben om wat uitgebreider de tijd te nemen om dus een
wat degelijk onderbouwdere reactie te geven, waarbij we ook andermans mening en persoon respecteren. Ja, en ook natuurlijk weer vanuit diezelfde hartsgesteldheid. Ja, absoluut. En ik denk bij Facebook, dan kijk je elkaar ook niet in de ogen als je een gesprek voert. Dus dat maakt het... Dat is een gemis, ja. Is echt een gemis. Ik bedoel, soms zie ik wel eens halve scheldpartijen tussen christenen. Alleen, dat noemen we dan niet schelden. Dat noemen we dan, er worden dingen als dwaalleer en valse leer en dwaas. Heb ik zelfs ook rond de horen slingen. Ja, dat wordt dan genoemd. Ja. Alleen ik denk van, zou je dat ook tegen mij kunnen zeggen als ik recht voor je sta? Ik denk dat ik je een knuffel zou geven. En ik zou misschien een kopje koffie of zo met je drinken. En gewoon praten over de goede dingen van het leven. In plaats van blijven hameren op wat hier gebeurt. Inderdaad. Ja. Nou, veel geleerd over het voeren van discussies. Ook in christelijke kringen. En over thema's rondom de Bijbel. En dankjewel dat je ons daarin wat geleerd hebt. Daniël van Deutenkom, dankjewel voor dit gesprek. Fijne dag, hè? Ja, fijne dag.